Wij gaan starten met de Tweede Kamerverkiezingen. Want die zijn binnenkort al 22 november. Dus alle politieke partijen die zijn volop bezig met campagne voeren. Zo ook PvdA en GroenLinks. Omdat ik het tijd vind dat we in plaats van meer versnippering weer meer naar elkaar toegroeien. Omdat ik het tijd vind dat we het vertrouwen van Nederlanders in elkaar en in de overheid weer herstellen. Omdat ik het tijd vind dat we nu echt werk maken van een goed klimaatbeleid. Dat we de ongelijkheid in de samenleving aanpakken. Dat we ervoor zorgen dat we echt weer met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Ja, u heeft het over vertrouwen in de overheid. Waaruit blijkt voor u dat vertrouwen weg is? Nou, als je kijkt naar zaken zoals Groningen, de toeslagenaffaire en andere zaken, dan heeft toch heel veel Nederlanders zijn toch wat cynisch geworden over hoe onze overheid functioneert. Ja, Igor, jij bent NLP-deskundige, dus jij let heel erg op taalgebruik. Ja. Je hebt alle programma's helemaal doorgelicht. Die allemaal liggen. Ja. Dit was natuurlijk Frans Timmermans namens de nieuwe combinatie GroenLinks-PvdA. En wat je alweer ziet, hij begint al ritmisch te praten. Hè. Het is tijd om. En dat heeft hij goed van Obama afgekeken. Die was daar ster in. En, maar het zijn, en dat is waar ik een beetje op let. Het is overigens wel heel leuk om ze door te lezen. Want de meeste verkiezingsprogramma's, of eigenlijk allemaal, staan barstens vol holle kreten. Dingen die niet eens bestaan of niet te realiseren zijn. En, kun je eens een voorbeeld noemen van iets wat niet bestaat, maar... Nou, wat al wel opgenomen is in het programma? Ja, bijvoorbeeld een van de woorden in het programma van PvdA GroenLinks is bijvoorbeeld ongelijkheid bestrijden. Voor zover ik weet zijn we allemaal anders en uniek. Dus zijn we ongelijk? Welke ongelijkheid bedoel je precies? En waarom moet daar een strijd voor gevoerd worden? Dat klinkt alweer zo agressief. Hè? Hij heeft het over de natuur beschermen. Wat is natuur in Nederland? Jij zal ook weten, we zijn een cultuurlandschap. We zijn volkomen aangelegd. En kijk maar naar een kaart van een jaar of 5000 geleden, dan zie je het verschil. Dus er is geen natuur in Nederland. Je kunt een graspriet of een vogel of een boom er naartoe nemen. En waarom moeten we die beschermen? Waarom zouden we geen nieuwe natuur aanleggen? Of zouden we natuur creëren? Of wat dan ook. Beschermen is weer zo'n woord, dat klinkt heel fijn. Hè? Mensen krijgen daar een veilig en oké gevoel bij. Maar het zegt niks. Je kunt daar geen vaste... Het is niet specifiek genoeg. Nee, het is niet specifiek genoeg. En maar ik heb ze een beetje tegenover elkaar uitgezet. We hebben natuurlijk drie speerpunten dit keer. We hebben Europa, klimaat en immigratie. En welke partijen willen nu meer Europa? Welke willen minder Europa? Welke willen meer klimaat, minder klimaat? En dan blijkt toch wel dat er ook wat groepjes bestaan. Waarbij mij opviel dat de Hoek Volt, PvdA, NSC... Hè, dus bijvoorbeeld de partij van Pieter Omtzigt en de VVD... bijvoorbeeld allemaal meer Europa willen. Allemaal, of bijna allemaal, meer aandacht voor het klimaat. En bijna allemaal meer aandacht voor immigratie, behalve VVD. Die wijkt op het immigratiestandpunt natuurlijk... Ja, daar hebben ze het kabinet op laten vallen, dus dat moeten ze nu wel een beetje af. Maar het is lachen. Heel kort, Volt gaat natuurlijk ook vol op het klimaat, net als PvdA GroenLinks. En ze noemen zich ook in hun eigen verkiezingsprogramma, of hun eigen speeches, een beetje de agressieve verlengstuk van PvdA GroenLinks, de roeptoeters. En volgens Laurens Dassen moeten we weggesleept worden voor de poorten van de hel vanwege het klimaat. En die quote heeft hij rechtstreeks gejat van de secretaris-generaal van de Verenigde Staten. En wat zij met elkaar gemeen hebben, en ook met Pieter Omtzigt, is dat ze streven naar een Verenigde Staten van Europa. Dus een federal state. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die nu kijken en luisteren en zeggen dat willen we juist niet, want... Ja, Brussel en Straatsburg is al zo'n hele dure puinhoop. Wordt dat dan niet veel erger? Moeten we niet terug naar lokaal? Wat je dan weer ziet bij BBB en bij FVD en zelfs ook bij PVV. Nou, zeggen ze er ook nog iets in over de democratie in Europa? Want die vind ik altijd wat eng. Want hè, wij zijn altijd in Nederland gewend om democratie te hebben. Maar zolang commissies benoemd worden die alle beslissingen nemen... is er weinig democratie in het Verenigd Europa... De Verenigde Staten van Europa? Ja, nou dat is wel heel grappig, want ik heb wel opgelet. Als ze het over. Alle programma's praten over Nederland. Natuurlijk zeggen ze willen een sterk Europa, maar Nederland blijft Nederland. Dat is feitelijk wat je overal terugleest. Hè, de Nederlandse rechtsstaat, de Nederlandse democratie. Maar als je goed analyseert, zijn er twee definities voor democratie. Je hebt een loepzuivere democratie, waarbij de burger voor alles mag stemmen, overal geraadpleegd wordt. En je hebt een democratie die we.
één keer per vier jaar naar de stembus. En verder propageren we de hele samenleving vol met onzin. Hè, via scholen, via media, via het nieuws. En die mensen krijgen daardoor een wereldbeeld. Ja, en dat sluit dan naadloos aan op een verkiezingsprogramma. Daar gaan we op stemmen. Ja. En zo merk je dat je in 12 jaar tijd de afgrond bent gesukkeld. Wat me wel opviel is dat bijna alle partijen zich daar ook bewust van zijn. Dat het roer om moet. Dat is sowieso natuurlijk een standaard kreet bij verkiezingen. Hè, change. Maar ze zijn zelfs vol, dus heel duidelijk. We gaan het systeem afbreken en opnieuw opbouwen. Ik denk alleen dat ze een ander systeem willen dan FVD bijvoorbeeld. En hoe verklaar je dat extreme taalgebruik dan? Ja, het is marketing. Weet je, dat zijn spindokters, zijn daar goed in. En tussen de bedrijven door moeten ze vaak heel veel recht lullen, mag ik dat zeggen. Wat krom is, maar bij verkiezingstijd mag je overdrijven. Dus dan mag je ook dingen roepen die je later nooit gaat waarmaken. Om de simpele reden dat... ik heb het bijvoorbeeld bij de PVV, moest ik wel een klein beetje lachen. Die hebben een heel gedetailleerd verkiezingsprogramma. Allemaal punten. Het is echt gigantisch. En dan staan er punten bij als 140 km per uur op de snelweg. Maar niet gemotiveerd waarom. FVD zegt, laten we naar 130 gaan en harder als kan. Nou, daar is over nagedacht. PVV wil Turkije uit de NAVO. Heel leuk, maar... Meneer Wilders, daar gaan we u zo over 4 jaar op afrekenen of dat gelukt is. Ik garandeer, niet gelukt. Erdogan kan hooguit zelf opstappen. Dus de PVV heeft daar niks over te zeggen. Dus bemoei je dan niet met dingen waar je toch geen... Want dat is wensdenken. Waar je verder niet zoveel aan kan doen. Ja. En dan zie je ook dat de wat meer rechtspopulistische partijen zijn wat pragmatischer. Die willen dingen regelen voor Nederland snel en kort. Terwijl de grote partijen VVD, GroenLinks, PvdA zijn wat meer ideologischer. En die willen meer Europa, meer klimaat. Die zitten wat meer op die grote vage thema's en lijnen. En die komen eigenlijk nauwelijks met concrete oplossingen. Ja. Sita, jij staat op de lijst van BVNL, dus jij zit ook in de politiek. Ja. Hoe kijk jij naar taalgebruik in de politiek en doe je daar zelf eigenlijk ook iets mee? Nou, wat ik ermee doe is dat ik inderdaad in gedachten heel veel in mijn rariteitenkabinet zet. Hè. Een poosje geleden was dat kringlooplandbouw, ook zo'n kreet die nergens op slaat. En ook nooit is uitgevoerd, ook nooit gedetailleerd is uitgelegd. En nu hebben we bestaanszekerheid waarvan ik denk, wat bedoel je dan? Dat is ook zo'n kreet, dat klinkt vooral leuk. En dat is net als natuur. Dat zijn van die algemene dingen. Ik ben goed, hè, wij willen meer natuur. Nou, denkt iedereen, daar kunnen we niet op tegen zijn. Dus het is allemaal spiegeltjes en kraaltjes wat ze nu weer bieden. En na de 22 november, dan zeggen ze... ja, sorry jongens, we hebben nou een coalitieakkoord. Dat gaat even niet lukken. Dus je gaat ergens op stemmen. En dan zie ik ook nog dat bijvoorbeeld inderdaad NEC... die zegt dan ook nog van, ja, minderheidskabinet... want dan kunnen we elke keer deeltjes maken. Maar ja, waarom gaan we dan nog naar de stembus? Want dan heb je dus, je stemt op een partij die in feite al zijn principes weer kan laten varen. En dat heb ik wel duidelijk gemaakt van, ik ga daar met een bepaalde agenda opstaan. En daar sta ik voor. En na 22 november is dat niet anders. En we moeten oplossingen hebben. En dat is wat deze afgelopen periode helemaal niet is gelukt. Eigenlijk al 6 jaar hebben we geen oplossingen meer gehad vanuit Den Haag. En die zijn er wel. He, en ook die gigantische budgetten voor klimaat, wat ook zo'n kreet is van en wat is klimaat dan? En wie claimt dat hij het klimaat wel dient en wie claimt van niet? En nou ja, sinds de laatste ijstijd hebben we al opwarming, want anders was er weer een ijstijd geweest. Dus wat bedoel je nou eigenlijk? En dan denk ik van nou, het is een gigantisch budget. We zien nu hoe moeilijk mensen het hebben. Dus ja, doe een beetje normaal. En ook praat een beetje normaal. He, de hele troonrede werd door het gros van de Nederlanders niet begrepen, omdat het bijna als advocaattaal was, als juristentaal. En dan denk ik, nou, als je op die manier denkt dat je inderdaad de kloof kan gaan slechten, dan zit dat er niet in. Nee. Laten we even gaan kijken naar BBB, want die heeft de afgelopen verkiezingen gewonnen. Die is de grootste geworden in bijna alle provincies. Dus die doen ook vol vertrouwen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hier gaat het om. Hier is waar mensen in Nederland keihard werken, betaalbaar willen wonen, in het weekend gewoon een biertje met elkaar willen drinken en voor elkaar zorgen. Maar dat wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Want de burger kan zijn rekening niet meer betalen, scholieren kunnen niet meer met de bus naar school, de wijkagent is verdwenen uit de dorpen en de wijken, de boer kan niet meer gewoon boeren en een betaalbaar huis, dat is al helemaal niet meer vanzelfsprekend. En dan vraagt het kabinet Rutte Kaag zich af waarom het vertrouwen in de politiek zo is gekelderd. Want wie zijn die mensen? Ja,
heel veel mensen keken heel erg uit naar dit programma. Wat is jou hierin opgevallen? Het is in ieder geval heel goed geschreven. Het is heel menselijk en heel toegankelijk geschreven. En ook de manier waarop Caroline van der Plas die uitspraak van Sigrid Kaag pakt en echt denkt, poeh, meid, hoe kom je erbij? Is een grote tegenstand tegen het kabinet. Hè. Dat is ook heel graag wat ze wilde, die regime change. We weten natuurlijk nog niet zeker waar ze nou uiteindelijk zullen gaan staan en waar ze gaan stemmen. Er zijn ook heel veel coalities in die provincie gevormd waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Maar ja, je zit natuurlijk ook met een groot gebrek aan ervaren mensen. Je wilt natuurlijk wel iets bouwen. Je moet ook iets bouwen. Vond het goed. Alleen wel grappig, volgens Caroline van der Plas moet de samenleving zowel een vangnet als een trampoline zijn. Nou, succes. Ja. Dat kan niet volgens jou? Ik beeld het je maar in. Nou kan het wel, hè, als je uit een gebouw springt en de brandweer staat daar en die vang je dan op. Dat zie je dan weer. Hè, dat zie je dan naar de bovenste verdieping van het gebouw gooien. Maar, is een trampoline niet per definitie allebei? Ze wil dat het maar samenleving een springplank is. Je springt omhoog en je wordt opgevangen. Ja. Oké, misschien is een trampoline ook. Nou, over woorden gesproken. Ik Er zit veel moeten in de taal. Dus een beetje defensief en negatief. En dat vind ik jammer. Dat leest niet zo lekker. Zo is bijvoorbeeld wat de VVD doet. De VVD heeft al haar punten in een wil gezet. De VVD wil dit, wil dat, wil zus, wil zo. Voordeel is ook dat je achteraf kunt zeggen, ja, we wilden er wel, maar het lukte niet. Dus daar zit de VVD wilde leugenproef zijn waarschijnlijk. Wat ik ook jammer vind bij BBB wel is dat ze het woord Naberstad heel erg gebruiken. Dat is voor jou waarschijnlijk gezond Fries. Maar ik spreek het alweer op mijn Brabant. Nierskip is Fries en Naberschap is volgens mij van Twente Achterhoek. Achterhoek? Twente Achterhoek, ja. Oké, nou hier, sorry. Ja. Maar mij als Brabander zegt het niks, zou ik maar zeggen. Dus probeer dan ook voor alle Nederlanders zijn. Gebruik dan niet een heel specifiek. Het is natuurlijk leuk dat je dialect gebruikt. Maar dan krijg je net als bij het Songfestival, dan moet het een zeven dialect. Ik bedoel, in het Zeeuws en in het Limburgs. Dat is zonde, maar ik vind het wel verfrissend. En ik vind ook het videootje van Caroline van der Plas fijn. Ze wil een eerlijke en betrouwbare overheid voor iedereen. En ook hier weer, ja, dat willen we allemaal. Dus het is een beetje een allemaal-liefde. En wat me ook wel opviel, bijvoorbeeld bij het programma van de PVV, om er nog even op terug te komen, is dat zij wel heel streng zijn. Dit niet, dat niet, zus niet, zo niet. Dat is wat meer rigide. En zo spreek je natuurlijk ook je doelgroep aan. Sommige mensen zijn wat meer zachter en het mag gewoon weer wat gemilder en liefdevoller. En andere mensen zijn gewoon boos en zijn klaar met de samenleving. Ik denk dat de spindokters daar ook wel rekening mee houden van wie is onze doelgroep. Ja. Dus VVD zegt wat ze wel willen en PVV zegt wat ze vooral niet willen. PVV, ja. Wat bijvoorbeeld bij de VVD nog opviel is dat ze één klein alineaatje aan ondernemerschap hebben gewijd. En de rest van de 25 artikelen gaan over andere dingen. Dus VVD is geen ondernemerspartij meer. Zullen de ondernemers niet blij mee zijn? Nee. En dan de oorlog in de Oekraïne, want dat is natuurlijk ook een groot thema voor de komende verkiezingen. Thierry Baudet van FVD die heeft vorige week een motie hierover ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Ja. De Kamer gehoort de beraadslaging overwegend dat Nederland een lange traditie heeft van neutraliteit en het faciliteren van vredesonderhandelingen. Overwegend dat zo spoedig mogelijk een einde moet worden gemaakt aan de zinloze oorlog in Oekraïne, roept de regering op om een voortrekkersrol te nemen in het opstarten van vredesonderhandelingen tussen de NAVO en Rusland om zo spoedig mogelijk een staakt het vuren te bereiken en gaat over tot de orde van de dag. Ja, waarom is dit fragment zo belangrijk, Igor? Ik merk dat ik kom in heel weinig verkiezingsprogramma's iets tegen over die oorlog. Wel, over een veilig Europa of een veilige wereld wordt wel gesproken. Kijk, PvdA GroenLinks wil de wereld veilig maken. Ook zo'n term. Kom even kijken bij ons in Zuid-Afrika in de townships. Het heeft 2 dagen geregend. Het is daar 1 grote modderzooi. Mensen zitten onder een plastic kleedje met 4 kinderen. Hè? In de modder en in het roet. En zonder eten en elektriciteit. Dus succes, Frans Timmermans. Het begin daar. Ja. ik heb speciaal dit fragment gekozen. Omdat Baudet hier ook oproept tot het onderhandelen en staakt het vuren. Vredesonderhandelingen starten. Ja, en de VVD praat weer over Russische agressie en een invasie. En hoe is het toch mogelijk dat dit op het Europese continent nu nog plaats heeft kunnen vinden? Terwijl boter op het hoofd. Iedereen die zich 10 minuten van zijn tijd investeert in de geschiedenis van Oekraïne en hoe deze oorlog in godsvredesnaam heeft kunnen beginnen, die snapt dat natuurlijk Rusland is binnengevallen. Klopt. Maar
wie heeft de ketel op het vuur gezet? En dat is zo, zo jammer, weet je. Dan denk ik, weet je, lieg niet. Breng het verhaal dan op zijn minst neutraal en kies geen partij. En, maar ja, we weten allemaal inmiddels wat er uit de uitslag is gekomen. Maar gezien alle miljarden die er naartoe gaan, is het toch wel een belangrijk punt. Waarom zien we dat niet terug in de programma's? Nou, wat ik zie in het programma van de VVD is dat ze heel erg op de NAVO vertrouwen. En dat dat hun absolute bondgenoot is. Ik heb er in de andere programma's gewoon niets of heel weinig over gelezen. Behalve uiteraard een programma van FVD. Die willen die vrede. Maar ongetwijfeld zal er wat in staan, hoor. Sommige programma's waren echt heel lang. Dus de PVV overigens ook. Die wil ook dat die oorlog stopt. En dat NAVO echt gedownsized wordt. En dat we daar niet verder mee moeten doorgaan. En dat we ons moeten focussen. En ook ons geld moeten bewaren. Voor onze eigen defensie. En voor ons eigen land. Ja. Die vond ik eigenlijk ook wel. Want Thierry Baudet heeft natuurlijk een mooie reden gehouden. Waar de hele Kamer leeg was. Eigenlijk op basis van, ik weet niet hoe die Bloomberg of zo, die voor de VN eigenlijk daar een speech heeft gehouden, een journalist, in die even duidelijk heeft gemaakt waar al het geld heen gaat en hoe het rondgepompt wordt. En dat met name de grote firma's, BlackRock en dat soort dingen, daar garen bij spinnen. Ja. En dat er het veel meer over een bepaalde soort wapenindustrie is die daar gewoon op poten wordt gehouden. Als je dat weet, maar ja, dat is natuurlijk ook politiek boter op het hoofd. Wat is je doel? Hoe wil je dat bereiken? En ja, hoe moet een economie gedraaid blijven worden? Met heel veel geld wat wij er ook in stoppen. En dat moet natuurlijk verkocht worden aan de burgers. En dat is natuurlijk wat het meestal is. We krijgen niet het eerlijke verhaal. Dat valt me altijd op. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het vertrouwen in de politiek. Hebben we dat nog? Want wat gaan we doen in de politiek? Ga je daadwerkelijk de waarheid vertellen? Of zijn er nog meerdere belangen die erachter zitten, waardoor gewoon de waarheid gewoon toch wordt weggestopt? Ja, kijk, en dat is wat ik net ook al zei. Dan kun je die democratie en die rechtsstaat formeel in functie houden. Maar als je daar desinformatie in pompt, ja, dan stemmen mensen op basis van waanideeën. Ja, daar kan nooit iets fatsoenlijks uitkomen. Behalve ja, de kant die bedoeld is in te gaan, de zogenaamde agenda. Waarbij het natuurlijk wel heel lastig te definiëren is wat die agenda nu precies is en inhoudt. Dus hij daar heel diep in duikt. Nou ja, wat ik al zei, de uitslag van die campagne laat zich, van die motie laat zich raden. Er zijn twee partijen die zeggen, ja, laten we daar eens mee gaan beginnen. En de rest wil blijkbaar bommen en granaten. Ik heb verhalen gehoord uit Amerika dat er al 400.000 Oekraïners gestorven zijn. Jonge mannen. Die zien nu de uitslag in beeld. En je ziet dus slechts twee partijen. Dus degene die de motie heeft ingediend, FVD en BVNL, die voor zijn. Ja. Staak het vuren. Ja. Hoe verklaar je dat, Sita, dat andere partijen die tegenstemmen? Je zou toch zeggen dat niemand voor oorlog is? Ik denk dat onze Nederlandse politiek in de Tweede Kamer inmiddels zo onder een kaastolp leeft en zo druk is met Forum voor Democratie afwijzen, dat dat een grotere reden is dan daadwerkelijk kijken naar wat er eigenlijk wordt voorgesteld. Want je kan niet tegen vredesonderhandelingen zijn. Zelfs onder de omstandigheden die we nu hebben, moet je altijd pogingen doen om vrede te sluiten, omdat er iedere dag zonen en vaders, dochters en moeders gewoon kapot worden geschoten. Dus dit is gewoon één. Dat moet je als fatsoenlijke maatschappij, moet je gewoon pogingen doen om tot een vredesonderhandeling te komen. Ik heb 3 zonen. Nou, de boodschap zal maar komen. Ja, jullie mogen naar het front. De Oekraïners zijn ongelooflijk. Vraag gaat komen, hoor. Ja. En dat is inderdaad, dat voorstel is volgens mij afgelopen jaar ook gedaan om de dienstplicht weer in te voeren. Nou, sorry hoor, ik pak de zaak nog liever op dan dat ik die jongens naar het front stuur. Want ze hebben daar wapens, dat noemen ze de gehaktmolen. Dan denk ik, kom op mensen, doe eens wat aan die vrede. Ja. Ook wel mooi dat je dat zegt, want in Amerika ook, bijvoorbeeld Trump had in de tijd dat de coronapandemie begon een aantal hele goede adviseurs. En die hadden hele goede voorstellen. En die werden afgeschoten door de democraten omdat ze van Trump kwamen. Niet omdat ze goed waren of niet, maar omdat ze van Trump kwamen. En dat zie je hier ook, als Baudet zegt, hè, of ook hè, als het van het artsencollectief komt, of het komt van Blackbox, dan is het niet waar, dan is het onzin, dan is het niet onderzocht en dan klopt het niet. Terwijl als er iemand is, of één partij is die de tanden erin zet om juist alles boven te krijgen, dan zijn het dit soort partijen. Ja.
eis maar van alle mensen die in de Kamer zitten, de 150. Oké, dan gaan we die dienstplicht weer invoeren. En dan moeten jullie familie, 3 mensen uitzoeken die dan in de oorlog moeten. Ik denk dat we dan een hele andere discussie hebben. Want dan komt de pijn wel binnen. Dan komt het dichterbij. Het is een verschrikking wat die mensen meemaken. En elke dag dat langer duurt, is te lang.